Goedenavond Hans. Vanmorgen de tijdrit, bergtijdrit. En dat was gelijk het definitief klassement? Dus is gelijk het eindklassement gemaakt. Ja, er is één wisseling bij de jongens nog. En de rest is hetzelfde gebleven. Dus de rest van de dag, of twee dagen, mogen ze nog in de shirtje rijden. Wie heeft vanavond de snelste benen? Is het onze gele truidrager Jurgen van der Haarsen weer? Of wordt hij alsnog geklopt op de strijd? Nee hoor, het is weer Jurgen. Jurgen gaat pakken. Yes, Jurgen, handen aan het stuur, Jurgen. En een prachtige tweede plaats, dacht ik te zien, voor Victor Broeks. Tweede plaats, ja, daar komt hij weer. Vanavond was natuurlijk het rondje rond de kerk, hè? Ja. En ja, dan verwacht je toch ook nog vuurwerk? Dat verwacht je wel en ze hebben het ook wel geprobeerd. Maar eigenlijk was het te mooi weer om echt strijd te krijgen, te weinig wind. Nou, het was denk ik niet meer dan 100 meter en werden ze alweer vrij snel teruggepakt. Dus eigenlijk nee, niet echt dat ze het peloton vaart moest maken om erachteraan te gaan. Ja, het betekent dus ook geen verschuiving in het klassement vanavond? Nee, alleen punten. Maar ja, dat kan natuurlijk, want de puntensprinten zijn wel en dat heeft weinig invloed met het weer. Dus er is één groene trui veranderd. Oké, dus dat betekent in elk geval dat het puntenklassement langzaamaan vorm begint te krijgen. Wat verwachten we voor de laatste paar dagen van de Tour de Junior? Nou, morgen, zeker als er morgen een beetje wind is, dan heb je toch de omloop over de Klettersteeg. Dan kan er nog zeker bij de nieuwelingen strijd zijn. Andere categorieën is toch altijd wel iets minder. En de zaterdagochtend is altijd spannend, of zaterdagmiddag is altijd spannend. Ja, en dan hebben we nog op vrijdagmorgen de tijdrit. Denken we daar nog verschuivingen te kunnen krijgen? Nou, ze staan wel vrij dicht op elkaar. Dus het is wel een secondenspel. En het kan wezen dat het gele trui verandert. Nou, we gaan het bekijken. De laatste paar dagen Tour de Junior. Ik spreek je graag morgen weer. Ja, ik jullie ook. We gaan in de spurt krijgen. Ik ben er voor jullie geweest, hè? U applaus, mensen! Prachtig!